ochtends is het zo dat ik eventjes in mijn eigen kamer ga staan om meer tot mezelf te komen. En de energie te laten stromen. En dat is eigenlijk voornamelijk de aarde-energie. Het lijkt alsof je niks doet, maar je zorgt dat eigenlijk de kanalen in je lichaam geopend worden. Dan voel je je daarna echt zeg maar een stuk herboren. Ik ben Ria Bello en ik ben Tibetaans boeddhist en woon in Vostenbos. Ik geloof dat er nog veel meer is als dit wat we zien. En misschien nog veel meer in hetgeen wat we niet zien. Ik vind het heel mooi om in stilte op te staan. In stilte alles te kunnen doen. Gericht te zijn naar de Boeddha, gericht te zijn naar de traditie die er omheen zit. Eigenlijk met alle offeranders. Eigenlijk omdat het dan toch weer de uitwerking heeft over de hele dag. Ik ben Guus van der Valk, ik ben Tai Chi leraar en massage- en bewegingstherapeut. Ik ben van oorsprong katholiek, ben ook gewoon gedoopt. Ik heet dus ook officieel August Gerardus Maria. Dus dat is dan inderdaad. Dus wat dat betreft heb ik eigenlijk altijd wel een vanaf geboorte, zonder dat ik daarom gevraagd heb, een verbinding mee. Ik ben eigenlijk van het katholicisme al heel vroeg afgestapt eigenlijk. Ik geloofde niet in de vorm zoals het in de katholieke kerk gebeurde. Ik was al een behoorlijke tijd thuis. Ik was behoorlijk overspannen. En uiteindelijk kwam ik rond tegen. Die stond de auto te wassen en die zegt van nou, mijn vrouw kan je helpen. Ik denk, nou ja, slechter als nu gaat dus toch niet. Dus toen ben ik bij haar is op bezoek gegaan, is geweest praten. Nou, en zo is dat eigenlijk geleidelijk aan. Is het van het een is het ander gekomen. Is het plan opgevat, zeg maar, om hier naartoe te gaan. En ja, uiteindelijk zijn we dan, hebben we ons huizen allebei verkocht. En zijn we de boerderij die nog echt helemaal stal was, zijn we gaan verbouwen. Wordt heel dikwijls aangegeven als religie. En eigenlijk is in de kern gewoon toch het stukje, het is geloven in jouzelf. Een levenshouding die we aannemen uit de kennisgeving van de Boeddha-leer. En wanneer we die gaan toepassen, gaan we steeds meer dingen zien dat wij zelf de creators zijn van alles wat er eigenlijk rond ons heen bewogen wordt. Een mantra is het herhalen van een gebedstukje eigenlijk, waarin we ons richten naar de Boeddha die we eigenlijk zelf kiezen. Als we er zin in hebben, dan doen we de hele dag in de stilte van onszelf. Dan kunnen we altijd reciteren. Sowieso beginnen we er 's morgens mee. He, dan, of dat we dan toch in huis nog dingen doen, kan het heel goed zijn dat we gewoon de hele tijd toch deze mantra of een andere mantra gewoon vasthouden. En het mooiste is zoveel mogelijk voor je. Wanneer je geest even los is van alles, ga de mantra doen en blijf de dikwijls toch een hele tijdstuur erin aanwezig.
Gezinnen, de ene leeft hier, ik met mijn vrouw leeft hier en we hebben mijn kinderen, die zijn inmiddels de deur uit. En Ron en Ria, die leven aan de andere kant van de tempel en de tempel delen we gewoon samen. Dus dat is echt een gezamenlijk project. Daarvoor zijn we ook eigenlijk naar Vorstenbos gekomen, want we woonden eerst in Veghel. Ja. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Dat is nu dus in de boerderij geworden. In de boerderij. Een hele mooie uitspraak van Guus vond ik van ja, Ria, maar als we het doen, dan moeten we het bijna zien als een huwelijk. Dat kan wel eens een keer iets zijn, maar we moeten er toch goed doorheen. En, nou, ik denk dat wij er allebei allemaal een goede in zijn. En ja, loopt het eigenlijk mooi, want het is ja, altijd moeilijk genoeg om met twee families mooi uit te komen. En ik denk dat het eigenlijk toch wonderbaarlijk goed loopt al 20 jaar. Ja, tot straks. Geld. Oh ja, mijn plekje bezet. In de groep versterkt altijd toch. Dus de opbouw van de energie die je samenpakt eigenlijk. Ik wou de opname verwijgen ook sneller en mooier werken naar het bewustzijn. Waar staan we maar gaan heen? Bado dan in kapsoetje. En Santa Pim, plaats in de 35. We zijn wezenlijk wel yin en yang. Een tegengestelde vorm kan ook iets heel goeds hebben. Guus werkt het meeste allemaal achter de computer en doet zijn tai chi. En dan eigenlijk heel mooi uitkomt dat ik de meditatieve kanten allemaal heb, het tempelgebeuren een hoofdzaak meer heb. Is het op een of andere manier heel mooi verdeeld. Je merkt ook dat het toch iets apart is. Het is ook niet iets wat ik bij spreken zelf uitgezocht zou hebben in mijn leven, want dat ga ik nou eens even doen. Het blijft iets wat eigenlijk dag in dag uit doorspeelt en ook het besef dat je op die manier bezig bent, dat laten we zeggen, ik kan op vakantie gaan, maar dat besef blijft gewoon doorgaan. Dus dat is wel een constant iets waardoor mijn levenswijze zeg maar, wel compleet veranderd is. Dat ik veel bewuster in het leven sta als dat ik bij wijze van spreken ooit gedaan heb. Dus dat is wel de consequentie, ja. In de stilte ben ik gewoon in de ruimte van de jongens toen ze nog klein waren in de serre. Ben ik gaan zitten en heb ik de meditatieve vorm ontdekt zoals ik het beluisterde allemaal in mezelf. En daarin ben ik ook Lama Karta tegengekomen. Mama,
Het was heel duidelijk een klank die steeds terugkwam, waarvan ik toch ging beseffen, dit moet meer inhouden, het is niet zomaar. Ik ben verder gaan informeren en we hebben na een aantal maanden iemand gevonden die aanduidde van, ik denk dat je in België moet zijn. Daar zit het Tibetaans Instituut en daar woont een Lama Karta. Dat zit dan in een oud kasteel. Dus dat is geen klooster, maar dat is een oud kasteel. En het is wel zo dat daar lama's inderdaad aanwezig zijn. Zo noemen we dat dan in België heel deftig resideren. Dus, ja. Dus die zijn daar wel, ja. De eerste wat lama zei is, dit is je tweede thuis. Waar ik dacht van, oh, hoe kun jij dat zeggen? Want hij wist er nog niks van, hè? Maar uiteindelijk is dat wij dus met toch samen met de lama veel gesproken hebben. Uiteindelijk de donaties hebben gedaan om mede de grote tempel te bouwen. En ook daar een appartement hebben. En ik altijd nog met 14 dagen, 3 weken, met heel veel plezier en heel veel zin, toch altijd nog naartoe gaan. Er is dan inmiddels een hele grote nieuwe tempel gebouwd. En die is zeker wonderbaarlijk om echt een keer te gaan kijken. Het is dan weer een plek waarbij de energie nog weer sterker is als hier. Dus die energie die ervaar je wel. Dus die energie waar je eigenlijk naartoe wil of die we eigenlijk willen ervaren, die ervaar je daar, laten we zeggen, sneller. Ochtends is het zo dat ik eventjes in mijn eigen kamer daar ga staan om meer tot mezelf te komen en de energie te laten stromen. En dat is eigenlijk voornamelijk de aarde-energie. En door te gaan staan, het lijkt alsof je niks doet, maar je zorgt dat eigenlijk het accent meer op de voorvoeten komt liggen en dat dan uiteindelijk de kanalen in je lichaam geopend worden. En dat kun je vergelijken, zeg maar, net zoals met een tuinslang waarbij je de kraan aanzet en het water begint te lopen, dan begint die tuinslang ook allerlei rare bewegingen te maken. En dat gebeurt dan hier ook bij. Dat kan met klanken, dat kan zijn met gapen, geeuwen, maar ook allerlei andere geluiden kunnen ontstaan, zeg maar. Dan voel je je daarna echt zeg maar een stuk herboren. Lama Tempa is een aantal weken hier geweest eigenlijk. Die heeft meegezorgd om het altaar te schilderen. De zoon van Guus is houtbewerker, timmerman. En heeft eigenlijk heel mooi mee met Guus samen het altaar op zich gemaakt. Hier zien we op de muren een aantal kleuren. Blauw, rood, groen eigenlijk. En het donkere of het gele bovenaan. Het zijn de kleuren van de elementen waar de Tibetanen heel veel mee werken. En de elementen is aarde, water, lucht en vuur. Daar zien we steeds overal in terugkomen. Er zijn ook aspecten eigenlijk die wij in onszelf dragen. Dus vandaar dat we het eigenlijk altijd heel kleurrijk is ingedeeld. Hier hebben we de Dalai Lama eigenlijk. En dat is de hoofd van de Tibetanen, van het Tibetaans boeddhisme. En is geestelijk leider eigenlijk in de hele Tibetaanse traditie. Er staan grote boeddha-beelden, dus een grote boeddha. Dus dat is Sakyamuni, zeg maar, die de verlichting bereikt heeft.
Dat is de oerboeddha, zoals ze dat noemen. Je hebt de Tara, de Boeddha Menla. De Tara is dan meer net, ja, je zou het kunnen vergelijken als Maria, hè? Dus Maria in de katholieke kerk. Boeddha Menla door het, voor de zieken, dus voor de geneeskunst. Nou, zo heb je voor elk facet in jezelf wel een Boeddha. Hier hebben we de Dorje Chang. En de Dorje Chang is eigenlijk een hoog niveau van de Boeddha-vormen. Hij is geblinddoekt eigenlijk, omdat hij is van binnenuit is hij helemaal gevuld met mantra's. Dat is altijd de traditie die erbij hoort. Maar hij moet ook, de ogen moeten ook geschilderd worden, omdat hij dan pas de waarneming naar buiten eigenlijk geeft. En zolang dat nog niet is, is het geblindeerd. En dat mogen ook wij niet doen, dat doen de lama's vanuit Hoei. Ja, en dan is hij pas zover dat we helemaal zonder die blinddoek hier neer kunnen zetten. Dit is Lama Karte en die is inmiddels overleden. Die staat hier eigenlijk heel specifiek opgesteld. Omdat hij altijd nog de spirituele leraar is van ons. In die zin dat hij eigenlijk altijd nog aanwezig is. Ook al zeggen we hij is overleden, maar voor ons blijft de energie in de ander heel goed verstaanbaar. Je hebt de sleutel. Ja. Oh, alleen nog wild nou, hè? Ja, de kunst is eigenlijk om de armen zoveel mogelijk te ontspannen en de beweging echt uit de romp te laten komen. Vanuit de dantian, vanuit de buik. Tai Chi is voor mij dus eigenlijk een meditatie in beweging. Dus je bent heel geconcentreerd bezig met de vorm of de oefening die je aan het doen bent. Want bij jou bewegen de armen, hè? Ja. Waardoor je eigenlijk in je gevoel gaat zitten in plaats van in je denken. Nou, gaan we nu eerst eventjes gewoon een beetje duwen en ontspannen, hè? Duwen en ontspannen. Dus we zijn dus energie, hè? Dus ons lichaam, dat is meer de grove materie. Maar zonder de energie, zonder de adem, zouden we helemaal niet op deze aarde bestaan. Dus het grootste gedeelte, kun je dus zeggen, zien we niet. En ook de ademhaling niet vasthouden, maar loslaten. Hè? Dus de ademhaling op een natuurlijke manier laten gaan. Juist om die energie dan weer te versterken, om dat contact daarmee te versterken, dienen dan uiteindelijk de oefeningen die ik dan ook doe. Oké, nou laat je los. Dus sluit de ogen. Laat de ogen dichtvallen. Voel wat er in je systeem gebeurt, hè. De manier waarop ik leef was eigenlijk al boeddhistisch, of ik nou boeddhist zou worden of niet. Ja, dus dat ik wel echt wel voor mezelf erachter kwam. Ik moet de dingen bij mezelf zoeken van hoe ben ik bezig en niet dingen buiten je zoeken of zeggen van nou als ik maar bid tot die of die dan komt het wel goed. Je moet zelf uiteindelijk zorgen dat je op een goede manier leeft, waardoor ja, ook de goede dingen kunnen ontstaan. En naar elkaar toe de handen. Wat niet mogelijk is, is ook niet mogelijk. Ook al doe je nog zo je best. Dus. En dan is het net zoals de geest en de mentale training, dat je het lichaam dus ook traint. Eigenlijk in een samenhang. Dat is die diamantenhouding. Ja. Dus alles wat ons in het kosmische omringt is een deel waaruit wij een positieve energie kunnen verkrijgen. Ik ben boeddhist geworden omdat ik toch ben gaan ervaren dat ik ook vanuit de jeugd in het katholicisme eigenlijk niet echt kon vinden. Ik heb tegen geen ene religie bezwaren, alleen ik vond toch, ik kan er zo niet tegenaan kijken. En ik ben gewoon in het algemeen gaan luisteren en uiteindelijk ben ik toch in het boeddhisme dan terechtgekomen. En daar kon ik één waarheid vinden die ik gewoon zelf heel plezierig vond. En dat was eigenlijk van de uitspraak van de Boeddha is van je bent zelf verantwoord voor alles wat je doet in je leven. En toen dacht ik, dat is de grootste vrijheid die je kan vinden.
Dank u wel. Ja, dat was vroeger mijn slaapkamer. Oh, dat heb ik. Ik heb mijn slaapmeubelement opgeruimd. We moeten beginnen. Oh, ongelooflijk. Oude microfoons. Mieke, mijn vrouw, ziet natuurlijk ook wel in de loop der tijd dat ik dus veranderd ben. Dus ze was eerst met een beetje een nerd getrouwd, meer in de ICT en in de wiskunde. Werd een heel andere Guus uiteindelijk. Dus dat, ja, ik denk dat ze dat wel positief heeft ervaren. Je kon eerst bij spreken verstandelijk bezig mijn gevoel helemaal wegzetten. Ja, maar, en zelfs zover dat je uiteindelijk daar ziek van wordt, maar dat is dus nu wel over. In de essentie is het dus de Boeddha natuurlijk, ergens wonderlijk zijn. Maar dat ook dit leven een leven is, omdat er een doorgang is naar het volgende. Dus heel veel boeddhisten zijn dit leven al gericht naar het volgende leven waar gaat komen. Alleen we moeten daar niet zo hard aan vasthouden dat we zeggen dat we hier niet vooruit kunnen. Het is denk ik eerder op een gegeven moment een weten. Misschien moet er geloof aan vooraf gaan, maar op een gegeven moment moet er een weten zijn dat de dingen ook zijn zoals ze zijn. Dat er dus meer is tussen hemel en aarde zoals wij nu zo ervaren. En dat je dat niet constant ervaart is misschien alleen maar goed, want dan zou je misschien ook helemaal op een gegeven moment van het padje raken. Want uiteindelijk, zoals we dan dat noemen, de Boeddha-natuur, die is bij iedereen aanwezig. Alleen ervaar je die ook? Weet je die op een gegeven moment ook te ervaren? Daar gaat het om. De een noemt dat God en de ander noemt dat Allah. En wij noemen dat dan toevallig de Boeddha-natuur. Het zuiveren in de mensen.